De grote Surinaamse kunstschilder Erwin de Vries is vandaag met staatseer begraven. Gisteravond was er een tactori nitti in de congreszaal waar ook een condoleansregister was gelegd. Velen hebben op die manier een laatste groet gebracht aan deze grote Surinaamse zoon. De tactori nitti was een initiatief van het directoraat cultuur nadat de familie had aangegeven dat er geen singi nitti gehouden zou worden. Vanmorgen hebben Gran Brada Erwin Goedhart en een team van de Federatie van Afleggers in Suriname hun volledige ondersteuning verleend bij het afleggen van de Vries. Het directoraat cultuur is enorm blij dat de kunstenaar met staatseer wordt begraven, omdat ze van mening is dat de top van het land betrokken moest zijn bij het laatste moment van deze cultuuricoon. Het stoffelijk overschot lag vanaf vanmiddag 1 uur opgebaard in de grote zaal van de Kamer van Koophandel en Fabrieken. Het was geen rouwdienst, maar een ceremonie met speeches, afgewisseld met culturele optredens. De waarnemend minister van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur, Patrick Pengel, heeft namens de staat een toespraak gehouden bij de uitvaartplechtigheid van deze grote kunstenaar.